hier ben ik weer, Dilana Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, sorry dat jullie een aantal weken op mij hebben moeten wachten. En dat ik eventjes van de radar af was, maar ik heb nog meerdere projecten lopen. En ja, die hadden echt even mijn aandacht nodig, dus ik moest mijn aandacht eventjes verdelen hier en daar. Maar ik heb in de tussentijd gigantisch veel gestudeerd en heel veel gelezen en enorm veel kennis opgedaan. Want ik ga iets heel bijzonders voor jullie doen. En ik ga jullie een gratis masterclass geven de aankomende weken. Want ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen weet wat ik nu weet. En ik wist het al heel lang, maar ja, door al deze toestanden die er allemaal in de wereld aan de hand zijn en met al mijn ervaringen en al mijn kennis en al mijn dingen die ik allemaal heb geleerd in boeken, want ja, ik ben natuurlijk een echte boekenworm, zijn alle puzzelstukjes te samengevallen en heb ik daar een prachtig beeld van gekregen dat ik heel graag met jullie wil delen. Want dit is zo belangrijk en deze kennis is bijna nergens te vinden. Er zijn wel mensen die ervan weten, maar niet zo uitgebreid en zo gedetailleerd als wat ik jullie nu ga vertellen. Nou, waar ga ik het dus over hebben en wat is dan nu zo belangrijk? Nou, ik ga het met jullie hebben over de geheime magische betekenissen van woorden. Woordenalchemie of woordenetymologie, woordenpsychologie, woordenmythologie, symboliek van woorden en letters. Jongens, het is echt gigantisch en je kan het op allemaal verschillende manieren natuurlijk duidelijk maken. Woordenorigines, kun je dat ook noemen. En ja, dat daar dus magische krachten achter zitten. Wij zijn eigenlijk allemaal bezig met tovenarij. We weten allemaal dat we kunnen communiceren met woorden. En dat woorden natuurlijk een gigantische, interessante impact op ons leven hebben. En dat we daarmee kunnen duidelijk maken wat we dus bedoelen. Maar wat heel weinig mensen weten is dat woorden dus vol zitten met magische krachten. Nou, en dan zal je nu denken, waar hebben ze het nou in godsnaam over? Maar als kind word je natuurlijk wijsgemaakt dat magie alleen in sprookjes bestaat. Nou, inmiddels weten we ook wel dat sprookjes helemaal niet meer zo heel sprookjesachtig zijn. En dat ze best wel heel veel realiteit bezitten. Maar sprookjes, magie bestond alleen in sprookjes of in films of in je fantasie als kind. Oh ja, ze hebben fantasie, ze hebben een fantasievol kind. En terecht, want kinderen zijn nou eenmaal heel erg fantasievol. Wat heel erg belangrijk is, want onze geest is namelijk scheppingskracht. En door juist van alles te kunnen te fantaseren, kun je dus ook uitvindingen bedenken. Kun je gaan creëren, kun je met ideeën komen. En voor een kind die heel erg open staat, voor een kind die heel erg vrij is in zijn gedachten, kan hij dus fantastische, prachtige dingen eigenlijk bewerkstelligen. Maar dat wordt natuurlijk als kind wordt het allemaal de kop ingedrukt door ouders of door familie of door school of door kennissen en weet ik het veel wat allemaal. Want het mag natuurlijk allemaal niet, want dan ben je of een jokkenbrokker of je bent in je fantasie te veel of je bent niet serieus genoeg, weet ik het veel. Nou, maakt het niet uit. In ieder geval, woorden, wat zijn woorden nou eigenlijk? Waar komen woorden uit voort? Waar zijn woorden door gemaakt? Hoe is ons alfabet ontstaan? Wat is die hele geschiedenis? Waarom hebben sommige woorden dubbele betekenissen? Dan geef ik hier een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld het woord horse. Ja, horse is het woord van paard. Ja, waar ik een paard mee aanduid. Maar als je dus iets gaat luisteren, dan betekent horse ook gewoon hoer. Ja, en dan denk je, waarom heeft dat een dubbele betekenis? Dat is toch best wel raar. Heeft dat ook wat met elkaar te maken? Nou, daar kom ik allemaal in deze masterclass op terug. Dat is gigantisch interessant. En dan heb je bijvoorbeeld dat woorden, als je ze hoort, dat je denkt van nou, die worden anders geschreven of die worden gewoon zo geschreven zoals je het hoort. Want dyslectische mensen hebben dat bijvoorbeeld ook. Als je dyslexie hebt, dan schrijf je het zoals je het hoort. Dus mensen die dyslexie hebben, schrijven bijvoorbeeld het woord chips, S-J-I-P-S, schrijven ze gewoon op die manier, omdat ze het zo horen, je chips. Maar ze schrijven het niet met C-H-I-P-S. Ja? En dat schrijven wij wel. Hoe kan dat? Waar zit het hem in dat we het anders schrijven als dat we het uitspreken? En kunnen woorden je ook ziek maken? Hebben ze invloed op jouw
ja, op jouw gestel? Hè? Hebben ze invloed op je lichaam? Hebben ze, hoe zit dat allemaal? Nou, daar ga ik het dus met jullie allemaal over hebben. Dus tijdens deze masterclass ga ik jullie alles leren over de etymologie achter woorden. Natuurlijk niet alle woorden, want dat is nogal veel. Maar de meest belangrijke woorden om inzicht te krijgen. Hoe er met ons eigenlijk, hoe met magie wordt gespeeld. Hoe magie wordt gebruikt. En na deze masterclass weet ik zeker, ja, dat jij je woorden veel specifieker zult gaan gebruiken. En dat jij meer gaat opletten op wat je zegt en wat je uitspreekt en brengt naar de wereld toe. De ether in, zeg maar letterlijk. Ja, dat is natuurlijk iets waar we veel bewuster van moeten gaan zijn. De wereld wordt gedomineerd door magie. En de grootste beoefenaars hiervan zijn banken, regeringen, rechtbanken en religieuze instellingen. Ja, dat zijn de grootste beoefenaars van magische spreuken. En deze mensen, ja, die weten heel goed hoe ze dat hebben moeten gebruiken en hoe ze dat alsnog gebruiken. Want deze dark magicians, ja, dat zijn eigenlijk de gevallen engelen. En die dat op generatie op generatie op generatie hebben doorgegeven om de mensheid, die het normale volk genoemd wordt, het burgerlijke volk, onder de duim te houden. En deze mensen, ja, die willen heersen over onze planeet. En als je dus goed doorhebt, ja, wat dit met je doet, allemaal, deze woorden, want als je het namelijk niet doorhebt, dan heeft het invloed op je. En het heeft invloed op je totdat je je ogen traint, dat je ziet hoe magie wordt gebruikt. Als je het dus niet onderzoekt, ja, dan zul je nooit weten hoe de wereld en magie echt werkt. Dat heb je niet in de gaten, dat heb je dan gewoon niet door. Dus mensen, word bewust van de kracht van woorden. Wat is nou eigenlijk etymologie? Etymologie is dus de oorsprong vinden, dus de origine vinden van het woord. Ik heb met meerdere etymologen gesproken. Ik ben zelf geen officiële etymoloog, hè, dus ik heb daar geen diploma voor, zoals je in deze maatschappij overal diploma's voor moet gaan halen om ergens een titel te hebben. Maar ik kan me zeker een woordenalchemist noemen. Veel weet ik hier ook van. En elke dag komen er nog nieuwe woorden waarvan ik denk, oh, zit dat zo? Wat ik ook dus heel erg belangrijk vind, is dat men zich niet alleen maar moet gaan specialiseren in één ding, maar dat men een veel breder aspect moet gaan hebben. Want dat zie je tegenwoordig ook in de ziekenhuizen terug. De artsen hebben tegenwoordig alleen nog maar kennis van je teen. Ja, daar zijn ze gespecialiseerd in, maar ze weten helemaal niks meer af van je voet. Of ze zijn gespecialiseerd in je knie, ze weten niks meer af van je been. En men moet dus gewoon het hele lichaam, ja, blijf onderzoeken en niet alleen het lichaam, maar de hele geschiedenis of de hele omgeving of de hele natuur of de hele kosmos of de hele heelal blijven onderzoeken en ondervinden naar informatie. Ja? Dus richt je niet alleen maar op één ding, richt je op meerdere aspecten zodat het puzzelstukje, ja, een geheel vormt met die hele puzzel. Want het is ook een puzzel in deze maatschappij. Ja? Alles is een puzzel. Het is een hypnose. Het is een matrix, zoals ik het noem. Ik heb ook nog speciale termen die ik gebruik eigenlijk voor het volk. Wat ik hiermee aanduid. Die de dark magicians, hè, de duistere magiërs. Of de gevallen engelen. Of de valse profeten. De valse goden. De valse heksen. Of de duistere heksen. Of de duistere tovenaars. Nou, er zijn talloze namen voor deze mensen, want ik kan er geen één meer kiezen. Ik heb te veel wat ik denk van ja, dat zijn ze allemaal. Ja, kan niet meer anders. Ja, dus ik had het nog eventjes over de etymologie, hè, dus de origine. Hoe kun je nou bijvoorbeeld origines weer vinden van een woord? Dat doe je eigenlijk door middel van hakken en plakken. Ja, dus eigenlijk zoals we het vroeger hebben geleerd op school, hè, of van je ouders, of in ieder geval de basisregeltjes. Hoe je, zeg maar, leert lezen. Dan ging je dus ook hakken en plakken. Nou, en dat moet je eigenlijk nu weer doen. Dus als je een origine van een woord wil gaan ontdekken, dus de etymologie ervan, dan moet je verder kijken dan de surface. Hè? Verder kijken dan het oppervlak. Oppervlak. En etymologen over het algemeen, dat zijn mensen die dus eigenlijk de oorsprong en de origines van woorden en betekenissen hebben ondervonden of weten. Maar wat ik
wat mij opvalt, omdat ik ook met een etymoloog heb, ook heb gepraat, dat ze niet zoveel weten over de echte geschiedenis van religies of van hoe de duistere magiërs eigenlijk te werk zijn gegaan. Kijk, ze weten bijvoorbeeld heel veel over gewoon een oorsprong van een woord. Ik noem maar wat op, schilderijen. Waar schilderijen ontstaan, waar is het woord ontstaan. Nou, dat was van de riddertijd. Dat ze de schilder waar ze mee vochten, dat ze die gingen beschilderen. Om daar iets moois van te maken. Of misschien een mooie familiewapen of een wapen erop te zetten. En dat noemden ze schilderij. Daar is het woord schilderij van gekomen. Nou, oké, leuk dat je dat weet. Maar sommige woorden, ja, waarom? Dan heb je ook schild en dan rij. Schilderij, hè? Schilderij. Een schild in de rij misschien of zo. Maar als je dus ook nadenkt, als je dus gaat hakken in woorden, hè, bijvoorbeeld in eigen lijk, ja, dat betekent over my dead body. Want je schrijft lijk. Er zijn dus negatieve woorden zijn erin, komen er in voort. Hè. Wij spreken negatieve dingen uit zonder dat we het weten. Dus ik ga jullie vertellen dat jullie allemaal doen aan tovenarij, zwarte magie, voodoo. Natuurlijk ook positieve energie, maar zonder dat jullie het doorhebben. Ja, dus je bent allemaal een magier en soms ook een duistere magier zonder dat je daar bewust van bent. Woorden hebben letterlijk krachten. Daarom noemen we woorden ook spells, spelling. En daarom noemen we dat geen woorden en letters als we het over spelling hebben. En spelling komt dus voort uit het Engelse woord spells. Maar al onze talen die we nu kennen, zeg maar in het Germaanse Rijk, onze Germaanse talen, komen voort uit het Latijn. Het Latijnse alfabet, ja, waar ons alfabet van ontstaat, dat domineert het meest met de rest van de wereld. Dus ons alfabet komt voort uit het Latijn. En het Latijnse alfabet stamt weer af van het Grieks. En het Griekse alfabet stamt weer af van het Fenicische. En dat stamt weer af van de hiërogliefen. Dus ik zal het jullie allemaal in etappes gaan vertellen, want het is gigantisch interessant. Nou, dus spelling waren we gebleven. Spelling komt dus voort uit het woord spells. En spells betekent letterlijk toverspreuken. Nou, en het Engels was eigenlijk English. Ja? En English is eigenlijk de taal van de gevallen engelen. Dus het heeft best wel lang bestaan, alleen het is allemaal een beetje een mengelmoesje geworden. En dat willen ze nu dus ook maken als een voertaal, omdat er heel veel magische toverspreuken in gebruikt worden die, zeg maar, duister zijn. Ja, dus de duistere magiërs gebruiken dat het meest om de mensen te misleiden. Hè. Daarom zeggen ze ook angels, hè, Engels. En een engelentaal dachten we vroeger altijd, maar ja, dat is dus de gevallen engelentaal. En het is met een reden waarom ze het als voertaal willen gebruiken. Maar geloof me, magische krachten op negatief gebied, dus door de duistere magiërs verzonnen, zit in elke huidige taal. Om je in hypnose te houden en eigenlijk invloed uit te oefenen op je water. En dat doe ik dus deel 2 allemaal uitleggen. Dus spelling komt voort uit het woord spells. I put a spell on you. I cast a spell on you. I put a spell on you. Nou, dat zegt eigenlijk genoeg. En het betekent dus toverspreuk. Het zijn toverspreuken. Dan heb je een hele mooie quote van Bruce Lee, want die wist dat ook allemaal. En dat ga ik jullie hier voorlezen. Dat kunnen jullie nog meekijken. Bruce Lee zegt: don't speak negatively about yourself, even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and cast spells. That's why it's called spelling. And change the way you speak about yourself and you can change your life. What you're not changing, you're also choosing. Ja? Dus in het Nederlands: praat niet negatief over jezelf. Ook niet als een grapje. Je lichaam weet het verschil niet. Woorden zijn energie en ze hebben toverspreuken. Ze zijn toverspreuken. Daarom zeggen we spelling. Verander de manier waarop je praat over jezelf en je zal je leven veranderen. Wat je niet verandert, is ook wat je kiest. Ja, dus daar kies je dus voor. Als jij jezelf niet verandert, kies jij voor een negatieve houding of negatief leven. Of hè, als je inzicht hebt of als je
Als iemand jou waarheid vertelt, dingen vertelt, ja, waarvan je denkt, zou misschien best wel waar kunnen zijn, of daar weet ik eigenlijk niks van. Ga dan op onderzoek uit. Ga leren. Ga jezelf educeren, ja? Om het maar zo te zeggen. En ik leg helemaal in de deuk natuurlijk over al die taalridders, al die mensen die zo gestudeerd hebben en geen foutjes hier en foutjes daar. Als je dit hoort en als je hierin gaat verdiepen, jongens, dan wil je heel graag taalfouten maken, spelfouten maken op jouw manier en jouw woorden creëren in positieve zin. En dat is eigenlijk waar ik nu ook letterlijk mee bezig ben, om woorden anders te gaan benoemen of andere dingen te gaan zeggen die geen negatieve invloed hebben op mijn leven, op mijn creatie. En dat zou iedereen moeten doen. En daar heb ik ook fantastische affirmatieposters voor gemaakt. Dat zal ik jullie hier laten zien. Hier heb ik 6 verschillende posters gemaakt. Dit is bijvoorbeeld de poster gezondheid. En hier geef ik ook al een voorbeeld in. Dus ik heb hier geen enkel negatieve energie in zitten. Dat zijn affirmatieposters om jezelf te programmeren. Dat zal ik ook straks helemaal uitleggen wat dus programmatie betekent. Ik ben gezondheid en harmonie. In mijn leven laat ik alleen positieve en vrolijke energie en gedachten toe. Nou, vrolijke heb ik bijvoorbeeld de like weggehaald. Ja, want we zeggen of we schrijven vrolijke. En ik ga jullie in de komende lessen nog allemaal vertellen waarom er zoveel woorden zijn met like. En ja, ik zeg altijd van, noem het woord like niet, tenzij je echt een like bedoelt. En waarom schrijft men het dus ook zo? En vroeger in het Oud-Nederlands zei je ook vaak vrolijke. Maar lak heb ik ervan gemaakt. Dus fro, L-U-C-K-E, van lak, lucky, hè? Met geluk. Dus vrolijke. En dat is ook met eigen like, heb ik dus eigen luck van gemaakt. Dus mijn eigen geluk in plaats van over my dead body. Eigen like. Ik bedoel eigenlijk dit en dit en dit. Maar eigenlijk zeg je dus over my dead body. En dat is dus de etymologie van woorden. En daar ga je echt achter komen. En hoe meer je gaat verdiepen ook in de energie van woorden. Dus dat is niet alleen maar opzoeken naar de etymologie. Maar ook de hele geschiedenis begrijpen. Waar al die betekenissen dus vandaan zijn gekomen. Dat je ook denkt, wow, dit is heftig. Dus je moet echt die woorden hakken. En dan moet je ze apart ook nog gaan zoeken. Wat daar dan weer de oorsprong is. En de betekenis ervan is. Want woorden hebben intenties. Er is een intentie achter een woord gezet. Want daarom raakt het je ook. En dat is ook het woord words. Hè? Dat waren eigenlijk... dat heette vroeger swords. Woorden waren net als zwaarden. Hè? En woorden kunnen pijn doen net als zwaarden, dus mes steken. Ze kunnen je raken. En daarom moeten mensen ook meer bewust zijn van wat ze uitbrengen naar de wereld. En wat ze zeggen tegen mensen, omdat woorden je kunnen raken. En het raakt je ook alleen, hè, als je daar niet van bewust bent. Dus als jij het accepteert wat voor vloek iemand eigenlijk jou geeft. Dus als jij een slecht woord tegen iemand zegt en diegene die accepteert dat woord omdat diegene zich aangesproken voelt, dus aan, het raakt je aan, dan pas heeft het zijn werking en krijg jij ook dat soort stukje karma eigenlijk terug. Daar kan je allemaal van leren en pas als de ander dus in die onwetendheid zit. En je begrijpt en je snapt niet. Je denkt, ja, maar wacht eens eventjes, ik laat dat niet toe. En je kan best van opbouwende kritiek leren, maar niet op een narcistische manier waar je mee onderuit wordt gehaald. Of negatief wordt onderdrukt of beïnvloed of gemanipuleerd op een negatieve manier, weet je. Dat heb ik dus eruit gehaald. En ik heb fantastische 5 andere posters. Dus in totaal 6. Dit is de poster welvaart. En als je meer welvaart in je leven wilt. Meer succes, meer geluk. Of ja, je wilt dingen aantrekken in je leven. Bijvoorbeeld je hebt een mooie grote wens. Nou, dan zou ik je aanraden om deze poster welvaart aan te schaffen. Nou, hier staat bijvoorbeeld, welvaart is mijn geboorterecht. Ik ben één met de goddelijke, overvloedige substantie van Gods schepping. Iedere goede wens gaat in vervulling.
Nou, en zo zijn er nog heel veel mooie affirmaties. Als je deze dus dagelijks tegen jezelf zegt, dan weet ik zeker dat jouw leven in een hele korte tijd in het positieve beïnvloed wordt. Nou, hier heb je de volgende. Je angst overwinnen. Dus mensen die kracht nodig hebben en wat angstiger zijn, die juist uit hun angst willen, zal ik aanraden om deze prachtige affirmatieposter aan te schaffen. Overal waar ik ga en sta, ben ik veilig. Ik word beschermd door de goddelijke kracht van liefde. De volgende. Ik hou van mezelf. Dat is de volgende poster. Ik hou van mezelf. Nou, voor mensen die gewoon meer van zichzelf moeten leren houden. En gewoon in positieve energie willen blijven. Of meer het houden van jezelf tot uiting willen brengen. Heb ik hier hele mooie woorden opgeschreven. Ik kom altijd voor mezelf op en zet mijzelf op nummer 1. Omdat ik dat verdien. Hierdoor kan ik meer geven en aannemen en groeit mijn zelfliefde. Ik waardeer mezelf en respecteer mezelf. Ik ben lief en liefdevol. Ik hou van mezelf. Fantastische affirmatieposter. Dan heb ik hier nog liefdevolle relaties. Voor mensen die meer vriendschap in hun leven willen. Of die graag een relatie willen. Of ook een goede relatie met zichzelf willen. Nou, relaties eigenlijk op allerlei soorten gebieden. Heb ik hier hele mooie affirmaties voor ontworpen en bedacht. Ik sluit gemakkelijk vriendschappen. Ik hou van mensen en mensen houden van mij. Ik ben blij met mijzelf. Doordat ik blij ben met mijzelf, willen mensen graag met mij in contact en bij mij zijn. Ik ben populair en ik geniet ervan. Ik straal en sta altijd open voor nieuwe contacten en vriendschappen in mijn leven. Dus ga jezelf dus positief beïnvloeden. Dan heb ik hier de laatste, dat is zelfvertrouwen. Nou, zelfvertrouwen, hè, dus voor mensen die dus... gewoon zelfvertrouwen nodig hebben, meer in hun kracht willen staan en succes ook in hun leven willen aantrekken. En meer moed en in hun kracht gewoon gaan staan. Ik hou van mezelf, het is veilig om mij te zijn. Ik ben trots op wie ik ben. Ik ben het licht en het leven. Ik ben ijzersterk en ik kan niet stuk. Ik ben een altijd voortdurend levend oneindig wezen. Alles wat ik me wens, wordt mij gegeven. Dat is dus ook waarom ik het met jullie over taal wil hebben. Want taal gaat volgens een volgorde. Dus dat is weer spelling. En woorden hebben we het net over gehad. Dat heette zwaarden, swords. En dat is dus nu words geworden. Het is jammer dat ze het hebben veranderd. Dat hebben ze natuurlijk expres gedaan, zodat je niet meer doorhebt waar je eigenlijk mee mes steekt. Of mee vecht. Hè? Of mee de oorlog verklaart, zeg maar. Dan zou je veel meer bewuster omgaan met je woorden. Sword hebben ze words van gemaakt. Ze hebben gewoon die S naar achteren gedraaid en daar dus heel iets anders van gemaakt. Nou, dan heb je het woord grammatica. Ja, lieve mensen, waar komt het woord grammatica vandaan? Let op, want het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Woorden, hè? Komt van words, spelling komt van toverspreuk en grammatica komt van het woord, het Latijnse, Franse woord grimoire. Ja, grammar. En grimoire betekent letterlijk the book of magic spells. Dus hier zeggen we dus allemaal weer dat we hier met tovenarij bezig zijn en met magie bezig zijn. En dat we bewust moeten zijn van de intenties van woorden. En het is natuurlijk zeer, zeer interessant. Nou, ik ga jullie in de volgende lessen, ga ik jullie dus vertellen. Dit is deel 1, dus we gaan de volgende keer naar deel 2. Ga ik jullie vertellen over hoe het kan dat woorden krachten hebben en waar je dus op moet letten. Nou, vind je dit interessant? Word dan abonnee hier van mijn kanaal. Druk hier beneden op de knop. En mis geen enkele video van mij. Wil je deze prachtige posters bestellen? Dan kun je naar mijn website gaan. www.dilailateunis.nl. Daar kun je ze bestellen. En ik wens jullie heel veel liefde en geluk. En tot snel.